Hallo, ik heb vandaag weer een ASMR-video voor jullie. Ik heb er echt zoveel vragen over gehad. Dus hier is er weer één voor degene die ASMR creepy vinden. Klik vooral weg. En als je niet weet wat ASMR is, check dan de video die ik daarover heb gemaakt, genaamd Wat is ASMR? Nou, laten we beginnen. Ik heb twee dingen die ik aan jullie ga laten zien. En dit wordt een beetje een soort van nail tapping ASMR. Voor degene die weten wat dat is. Dat is dus dat je met je handen en zo heel veel van dit doet. En ik heb twee dingetjes die ik aan jullie wil laten zien. En die dingen maken zo'n ontzettend lekker geluid. Dat ik dacht, nou, hier moet ik gewoon wat ASMR-achtigs mee doen. Dus daar komen ze. De eerste, dat is deze ketting. En deze kocht ik laatst bij de H&M. En pas toen ik, ik liet hem zien in de shoplog. En pas toen ik dat terugkeek, toen hoorde ik ineens dit. En ik dacht, wow, wat is dat een lekker geluid. En ik weet niet wat voor steen dit is. Maar ik denk gewoon, het is gewoon nep. Maar ja, met goud. Maar het klinkt zo lekker als het zo tegen elkaar aankomt. Kan je nagaan als je deze om hebt. En elke keer als je loopt en je beweegt, dan hoor je dat geluid. Wat een heerlijke ketting om te hebben als je bijvoorbeeld stress hebt, examens of iets. Dat je gewoon even met je hand langs die ketting gaat. En dan dat lekkere geluid hoort. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Ik zal ze even goed. Oh, dat is wel vervelend. Die dingetjes die blijven maar draaien. Even, hoe zit dit? Hier zit er ook één. Even kijken. Zo. Ik denk dat die zo klopt. Nee, hier. Oh, nee. Zo. Dit is hem. Oké, ontdekking. Elke keer als je dit doet, gaat het mis bij die onderste. Dus dat moet ik even niet meer doen. En hij heeft zo'n slotje. En ik vind dat altijd zo lastig als ik lange nagels heb, of net als nu, nepnagels, om dat slot dan goed open en dicht te krijgen. Kijk, zo. Ik doe het altijd maar met de zijkant van mijn nagel zo. Anders gaat mijn nagellak eraf, of mijn nepnagel in dit geval. Dit soort kettingen vind ik heel mooi, maar het opbergen vind ik echt heel lastig. Want je kan hem niet zomaar in een hoekje gooien, dan gaat hij helemaal in de klit. En eigenlijk zou je hem perfect zo ergens op moeten hangen. Maar ik weet niet, ja. Of dubbel zo. Zo gaat hij in de klit natuurlijk. Ik leg hem voor nu even weg en dan gaan we verder met het volgende. Het volgende is dit ding. En dit heb ik cadeau gehad van een bezoekster op de Beauty Gloss Party. En het is een grote glazen flacon met een geur erin. Je moet hier ook stokjes inzetten. Het heet Béton à Parfum Fragrance Sticks van Amélie et Mélanie. Dus het komt uit Frankrijk volgens mij. En je hoort nu misschien nog niks, maar check dit geluid.
Er zitten dus allemaal schelpen in. En het water of de olie, het is meer water denk ik, het gaat ook nog lekker een beetje bubbelen tussendoor. En per toeval ontdekte ik dit geluid en ik dacht, wauw, dit is zo perfect voor een ASMR video. En ik denk dat het te vergelijken is met nagels op een glazen flacon gaan. Want die schelpen gaan nu tegen een glazen flacon en dan hoor je zo'n heerlijk klangelend geluidje. Zoals je hem draait, dan draaien die schelpen ook allemaal heel mooi mee. En als je hem op zijn kop doet, gaat het water ook, of de lucht gaat de andere kant op. En er zit een lintje omheen. En die zal ik voor nu er even afhalen. Ik vind het wel mooi, maar... papieren kaartje zit eraan vast. Kijk wat erop staat. Gewoon dat je voorzichtig moet zijn. En dat je de... An idea, a simple way to scent your home. Place reeds in the bottle. Reeds zijn die stokjes. Die heb ik hier nu niet. Die heb ik even apart gehouden. Dus op deze eraf halen. Zo. En nu deze loskrijgen. Dus even gepeuter. Omdat ik hem zo graag voor deze ASMR video wilde gebruiken, heb ik hem dus nog niet geopend. Want ik was bang met zo'n bovenkantje dat als je hem dan op een gegeven moment eraf haalt, kan je hem niet meer goed erop doen, waardoor ik hem niet meer mooi kan draaien. Weet je wat ik net voor jullie deed? Dus, nou ja, dit ga ik nu doen. Het is best wel lastig. Net als een wijnfles. Even ruiken hoor. Heel lekker fris. Beetje. Ja, het doet me echt denken aan het strand. Vandaar die schelpen natuurlijk. Ik zal hem snel dicht doen. Maar op zich, het heeft een rubberen uiteinde. Het gaat wel goed. En dit is het. Ik weet niet waar je dit kan kopen. Want ik heb natuurlijk cadeau gehad, maar ik vind het idee heel erg mooi en leuk. Misschien ook wel een leuke do-it-yourself trouwens, om een glazen flacon te nemen. Te vullen met schelpjes die je zelf hebt op het strand hebt verzameld. En dan iets van parfumwater erin te doen. Een of andere reden vinden de katten het heel erg leuk als ik ASMR dingen doe of opneem. Zo is Siem er ineens helemaal spinnend. En dat doet Manies ook altijd. Als ik dit opneem, dan gaat ze helemaal spinnen. Dat ze het zo lekker vindt. Ik weet niet of dat echt door het ASMR geluid komt. Of dieren voelen dat soort dingen ook natuurlijk. En dat was mijn ASMR video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En als jullie nog ASMR suggesties hebben wat je wil zien, laat het weten bij de comments. En wel trusten. Doei!